dames en heren, welkom bij Club Rood. En in dit geval vandaag vanuit deze prachtige Huizenmaas in de light versie. Ik zeg het er meteen maar eventjes bij in de categorie huishoudelijke mededelingen. We doen vandaag niet aan WhatsAppen, dus je hoeft niet daar dat nummer op te schrijven, weer in je telefoon te zetten. We doen ook niet aan livestream op Facebook. We nemen het wel op. Dat dan weer wel. Alleen het gaat niet live Facebook op. We gaan het vandaag over hele leuke dingen hebben. Vooral leuk voor mij en ik hoop ook voor jullie. Want het gaat namelijk vandaag over Groningen. We noemen het Inspiratie Uit Grun. We hebben allerlei leuke onderwerpen en bijzonder inspirerende gasten. En dat gaat allemaal over de liefde voor Groningen, over cultuur in Groningen. Een klein beetje over sport in Groningen, over kunst in Groningen. En over verliefd zijn op Groningen. Nou, dat lijkt mij uitstekende onderwerpen. Maar dat ga ik niet in mijn eentje doen. Voor de mensen die overigens vanmiddag niet waren en denken, wie is dit meisje? Mijn naam is Miranda Bolhuis en ik mag gezellig de leuke dingen vandaag met jullie doen. Nou, dit is er dan één van. Ja, dit is toch wel een vrij leuk ding. Begint goed. Ik ben niet helemaal alleen. Ik ben wel een soort van, hoe noem je dat eigenlijk? Presentatorachtig type. Maar we hebben vandaag iemand gevonden als sidekick. Als tafelheer. Als degene die zich overal mee mag bemoeien. En dat is niemand minder dan columnist en schrijver en opiniemaker en af en toe een beetje praatjesmakerachtig type. Soms wel heus. Ja, dames en heren, Eusjan Akjoel. En we hadden zo net een... Ik heb gisteravond echt alles bekeken van Eus wat er op televisie te zien is. Alleen maar om te horen, hoe moet ik dit nu uitspreken? Ja. Ik hou me dus maar gewoon... Ik mag Eus zeggen, hè? Want jij ging... Heb ik het nu net goed? Nee, ging niet goed. Nee. Hoe moet het dan wel? Maar het ergste ooit is me overkomen in Dokkum. Toen werd ik ook aangekondigd en toen zei je man, dames en heren, daar is hij dan, Euskan Eikel. Dus dat ga je niet overtreffen. Dat hebben we niet graag. Maar, nee. Ik luisterde naar jouzelf. Jij zat met een boek van je broer bij De Wereld Draait Door. En jij had het over je broer en toen dacht ik, oké, we beginnen bij de achternaam. Mm-hmm. En het is dus niet Eikel. Nee. Maar jij zei het zelf met een O. Akjol. Ja, nu ben ik helemaal in de war, man. Akjol, zei Akjol. Jij zelf. Gewoon fonetisch. Het is niet zo ingewikkeld. Het is gewoon Akjol. De letters die je ziet, spreek je ook in die volgorde uit. En dan gaat het goed. Ja. In theorie moet ik dat kunnen. Ja. Ja. Ik ben ooit naar school geweest. Ja. Oké, dat gaat er goed. Akjol, dat kan ik. En dan die rare voornaam. Want we hebben nooit helemaal begrepen hoe dat moet met die stipjes en een C. Moet ik dat echt hier gaan uitleggen? Ja, vind ik leuk. Ja, okay. Omdat ik daar gewoon de hele avond op gegoogeld heb. Nou, bijzondere wending heeft zo'n campagnebijeenkomst. Hier bij de TV. Nou, je hebt dus een O met twee puntjes erop. Dat is de U van bus. Bus. Dus Eus. Eus. En de Z is gewoon de Z. Dat lukt wel, toch? Ja, dat kan ik. Ja. En dan heb je de C. En die spreek je eigenlijk uit als DJ. Dus J. Eusje. En dan heb je nog An van... Eusjan. An. Dus Eusjan. Nou, dat kan ik. Is dat makkelijk? Ja, dat is eigenlijk heel eitje, hè? Zul je vragen of iemand wil proberen? Wil iemand proberen? Kijk, zie je allemaal bang. Niemand, hè? Ja, maar het is allemaal. We gaan dit... als jij nou deze stoel neemt, lijkt me dan mooi. Mm-hmm. En als je wil staan, mag dat ook best. Dan worden dit gastenstoelen en dan is dit een beetje mijn stoel. Tenzij het zo druk aan deze tafel is... dat ik blijf staan. Ja. Of dat wij überhaupt verbannen worden van deze tafel. Ik stuit niet uit dat dat gebeurt. Die kans lopen we. Dat kan. Okay. Voor ik de eerste gasten erbij ga halen, iets heel anders. Maar ik kan je nu al die... Daar ben je. Ja. Ik heb namelijk in mijn zelfde oor gefluisterd gekregen... dat ik eerst bloemen ga weggeven. Want zoals jullie allemaal weten, hebben wij gekozen... voor de lijsttrekker Eerste Kamer. En die is nu bij ons. Meili Vos. Alsjeblieft, wat leuk dat je er bent. Dan komt het eerste moment van de dinges. Wat fijn dat je er bent. Ik heb een heel makkelijk uitspreekbare naam. Het is precies zoals je het schrijft. Meili Vos. En ik ben ook de enige in de hele wereld die een Chinese voornaam heeft en een Nederlandse achternaam. Is dat zo? Makkelijk. Ja. Zijn er niet meer? Er zijn een heleboel Meilietjes in China. Want dat betekent gewoon mooi oog. Dus dat zijn een heleboel. Maar er is niemand met gewoon die oer-Hollandse achternaam Vos. Dus vandaar. Ik vind het wel cool eigenlijk dat je de enige bent. Ja, dat vind ik ook wel. Nou, genoeg over namen. Ja. Je bent, ben je blij? Ik ben heel blij. Het is ook een beetje onwerkelijk.
En ik heb zo ontzettend veel zin en zoveel energie om bij de Provinciale Staten met jullie en met alle provincies ervoor te gaan zorgen dat we gewoon weer de grootste op links worden. En ik heb ook gewoon het gevoel dat het gaat lukken. Als ik gewoon kijk naar de energie die hier is, de vrolijkheid, de club waar we eigenlijk allemaal weer bij willen horen op links. Ik denk dat dat gewoon gaat lukken. En dat heb ik afgelopen dagen ook gevoeld, hè, bij die campagne. Maar al die zalen waar, nou, het is echt ongelooflijk hoeveel die afdelingen allemaal wat ze hadden georganiseerd. De verschillende, totaal verschillende opzetten. Hoeveel plezier we ook hebben gehad met elkaar. De onderwerpen die we hebben besproken. Dat was echt heel waanzinnig. En gewoon echt een club waar je bij wil horen. En nou, daarom vind ik het ook leuk dat ik even bij Club Rood wat mag zeggen. En ik denk dat we dat gaan doen. Nou, lijkt me goed. En dat wij gewoon de grootste club op rood gaan worden. Zullen we dat maar eens gaan doen dan? Ja. Ja? Dan, geniet van het programma. En straks van de borrel. Oh, dit moet ik hier neerleggen. Ik moet toch even aan wennen, deze neerlegmicrofoons. Jij moet even in mijn rol komen. Ja. En dan komt dat ik gewend ben dat ze zo hier staan. Maar ze liggen daar. Oké. Maar we kunnen ook doen dat jij dan de charmante assistent bent. Als ik moet helpen, moet je het even zeggen. Precies, dus dat jij dan zegt, nee Miranda, hier is een microfoon. Zal ik anders alvast water voor iedereen? Oh ja, dat is ook een goed idee. Ja? Wil je dat dan ook doen voor de twee volgende gasten? Ja, ja, zeker. Want we beginnen namelijk met een thema wat mijzelf erg aanspreekt voor de mensen die mij kennen. Ik ben theatermaker en muziekmaker. En we beginnen met mijn favoriete onderwerp, namelijk kunst en cultuur. Ja. Ja. Daar word ik natuurlijk heel gelukkig van. We gaan nog een stukje van mijn tweede favoriete onderwerp doen, sport. Ja, zo heb ik een heleboel favoriete onderwerpen. Maar we beginnen bij kunst en cultuur. En dat gaan we doen met twee fantastische mensen. Eigenlijk is de ene persoon hier op verzoek van de andere, min of meer. Want die zijn elkaar eens tegen het lijf gelopen. En degene die degene andere heeft uitgenodigd, was ongeveer met zijn mond open van verbazing. Liep hij door het Noorderplantsoen in Groningen en dacht, what the fuck? Dat dit kan. Een gratis, toegankelijk, waanzinnig spectaculair festival waar iedereen naartoe kan. En dan heb ik het Groningers over. Over het Noorderzon Performing Arts Festival. Dames en heren, directeur van het algemeen directeur, moet ik zeggen. Femke Eerland. Je mag kiezen of je naast Eus wil of naast mij. Oh. Ja, dat is een keuze, hè? Nu. Jij kan ook daar, dan hoeven ze er niet te kiezen. Oh, dat kan ook. Maar we hadden er nog iemand bij. Oh, namelijk degene die haar tegen het lijf liep in dat prachtige Noorderplantsoen. En dat is Lodewijk Asscher. Oké. Okay. Dus jullie mogen dan uitvechten wie waar wil. Zo? We gaan zo. Er was een dag en jullie waren met z'n allen in Groningen, Lodewijk, begreep ik. En volgens gingen jullie naar het Noorderplantsoen, want het was augustus. En daar belandde jij in het Noorderzonfestival. En voor de mensen die het niet kennen, wij hebben een elfdaags festival in Groningen. Boordevol performing arts, zoals dat zo mooi heet. Theater, muziek, crossovers, alles. Daar mag iedereen gewoon naartoe. Het kloppend hart is in het Noorderplantsoen. Verder heel veel locaties waar voorstellingen zijn. En in dat kloppend hart zei jij, jeetje, kan dat kloppen? Zeker. Kijk, formeel woon ik in Amsterdam, maar ik ben eigenlijk vrijwel altijd in Groningen. Dus dat. Ja. Dan is het ook logisch dat je daar op een gegeven moment rondloopt. En denkt, wat is het hier gezellig en wat een leuke mensen. En wat is het cultureel? En toen kwam ik jou tegen. We waren hier met de hele fractie. En nou, Femke heeft een verhaal waar ik totaal van ondersteboven ben. Dus ik vind dat moeten meer mensen horen. En ook als je het al gehoord hebt, dan moet je het nog een keer horen, want dan word je heel vrolijk van. Dat klopt. Nou, Femke, je bent al een beetje geïntroduceerd. Je hebt een verhaal waar iedereen vrolijk van wordt. En wat iedereen eigenlijk moet horen. Nou, wil het geval dat wij elkaar vrij goed kennen. Dus het zou op zich leuk zijn als ik naar de bekende weg ging vragen bij jou. Dat mag ik doen. Maar dat mag jij doen. Dat lijkt me ook een stuk leuker, want jij wil van alles van de weten. En wij mogen gewoon er ook iets van vinden. Oh, zeker toch wel? Als het misgaat. Ja, ja. Oké. Okay. Nee, ik ben heel benieuwd naar het initiatief. Want kijk, Lodewijk die begon met allemaal superlatieven en zo. Maar nu wil ik wel weten wat het onderscheidend maakt van andere festivals, precies. Toch? Ja. En ik zit hier eigenlijk dus als woord voor de cultuur in de Tweede Kamer. Dat is mijn hoofdtaak. Dus ik woon in Groningen en ik ben woord voor de cultuur. Maar nu mag ik interviewen. En dus ik hoop dat je een beetje helpen, zeker de ervaren kracht. En ik heb eigenlijk afgesproken met Femke dat ik alles mag vragen wat ik wil. En dat als het een beetje gênant is, dat vaak leuker is voor het gesprek. En dat de zaal dat ook leuk vindt. Niet voor de geïnterviewde misschien, maar wel voor de zaal. Dat is nu een beetje laat. Ja, nee, klopt. Ik heb vaak andersom. Dus ik wil eigenlijk beginnen met jouw vraag. Wat wilde je eigenlijk worden toen je klein was?
directeur van de dierentuin. En dat is deels misschien gelukt. Of was dat te leuk? Of te eerlijk? Ik kan me daar iets heel goed. Het lijkt mij ook prachtig. Ja. Ja. En wat is dan ergens onderweg gebeurd waardoor die dieren theatermakers werden? Nou, niet bijzonder veel hoor. Nou ja, natuurlijk. Er is natuurlijk van alles gebeurd onderweg. Maar. Ik ben altijd heel erg breed geïnteresseerd geweest in kunst en cultuur. Dat heb ik van huis uit ook meegekregen. Wat iedereen thuis misschien ook wel heeft. De verplichte LP's met kerstliedjes tijdens kerst. Waar je allemaal niet op zit te wachten. En mijn vader altijd luidkeels meebrulde. Want die zit al jaren op het Assemannenkoor. Tot dat we de eerste keer naar het Drents Museum gingen. Veenlijken kijken noemden we dat toen oneerbiedig. Mijn eerste symfonieorkest, gewoon met school. En ergens along the way blijft daar dan iets hangen wat niet zozeer alleen theatermakers is, maar eigenlijk meer verhalen maken in de breedste opvatting, denk ik. Dat je erachter komt dat iedereen bezig is een verhaal te maken in zijn leven en iedereen daar een eigen verschijningsvorm voor heeft. Hoe dat verhaal naar buiten te brengen. Dat iedereen een eigen verhaal heeft, dat is natuurlijk waar. Maar ja, wat er gebeurde, is dat het daar heel erg druk was. Ja. Met jong en oud en zwart en wit. En mensen die daar een hele goede tijd hadden. En een veelheid van dingen konden horen over eigenlijk andermans verhaal. En we zijn niet meer zo nieuwsgierig naar anderen. Ofzo. Dus wat is nou eigenlijk het... In Amsterdam heb je de parade. Ja, zeker. Dat is veranderd in ja, een beetje, dat is een beetje verjupt, als je niet uitkijkt. Een dierentuin is het. Ja, dat is het. Ja. Oh, dat is de echte dierentuin. Jerry Aerts zou zeggen, het zijn chablisdrinkers. Ja. He, dus dat is... Dat... Rosé, hè? Ja. Rosé is zo... Maar hier was iets heel bijzonders. Dus wat is eigenlijk het geheim? Of wil je dat niet vertellen? Nee, dat zou natuurlijk bijzonder slecht zijn als ik dat zou doen. Maar een heel groot geheim, maar eigenlijk gewoon een publiek geheim, is natuurlijk dat het in Groningen is. En Groningen heeft... gelukkig wil ik zeggen, sinds de afgelopen jaren een steeds verder stijgende zelfverzekerdheid. En ik denk dat Groningen zichzelf soms een beetje als voorzichtig naar buiten trad. Groningen zelf ook niet heel overtuigd was soms van wat wij allemaal hier doen, wat we kunnen. Ook manifestaties zoals... wij wachten altijd een beetje, heb ik het idee, op... outside erkenning om te zien, dat is toch eigenlijk best heel bijzonder blijkbaar wat we doen. Of het nou is tijdens Eurosonic Noorderslag dat de halve wereld hier naartoe komt, of tijdens Noorderzon waar je dus... andere helft. Ja, dat is scherp. Maar dat je dus heel goed kan verhouden tot elkaar. Kijk, laat ik geen doekje om winnen. Parade en Oerol, dat zijn eigenlijk de oerfestivals van Nederland. Hè? Dat zijn oervormen die al zo lang bestaan, waar al deze... Ja, dat zeg je al, maar Oerol, je had net over veelzijdigheid van de bezoekers. Ja. Oerol is nou niet echt toegankelijk voor de timmerman en de... Ja, dat zijn toch meer... Sorry, punt. Toch? Ja, daar ben ik met je eens. Ja. Nou, dat weet, kijk, ik, wat ik in ieder geval weet, is dat ze dat wel zouden willen natuurlijk. En ja. Wat zou jij de grootste belemmering vinden? Nou, dat heeft natuurlijk ook te maken met de programmering, denk ik. Van Oerol. Ja. Ik heb daar wel eens 2 uur naar een voorstelling zitten kijken. En achteraf wist ik nog steeds niet wat het was. Dus, en dat was niet mystiek leuk. Nee, want de acteurs hadden ook geen idee van het. Nee. Misschien is dat natuurlijk niet het hoofdding. Want het is, voor mij is een festival ook als Oerol of als Noorderzon eigenlijk pas een interessant festival. Als er ook dingen zijn waar ik niets van begrijp. Ja. En dingen zijn waarvan ik denk, oh heerlijk, ik kom weer thuis, warm bad. Ja. Dus ik denk, maar wat natuurlijk groot verschil is, is wij hebben dat bruisende festivalhart in het plantsoen. Je hebt op Oerol Westerkijn, moet ik eigenlijk zeggen, en het Groene Strand. Maar je hebt, dat is veel meer verplaatst, dat is op verschillende plekken. Ja. Ja, en het verschil is denk ik misschien ook dat je... Noorderzon is een stadsfestival. Hè? We zitten hoe dan ook. Nou, zometeen na 21 november zijn we met 230.000 mensen, geloof ik, hier. Dat is nogal wat, bijna 250.000. Het Noorderplantsoen is een stadspark. Dus het is midden in het centrum. Dat is heel wat anders dan een eiland, een prachtig eiland...
waar mensen naartoe gaan en daar ook niet zozeer weer meteen weggaan. Dus je zit daar voor een aantal dagen. In het Noorderplantsoen zijn mensen ook gewend wel om zich tot elkaar te moeten verhouden in een stadse omgeving eigenlijk. Maar daar hebben we tegenwoordig, zijn we dan al heel snel benauwd. Heel erg veel mensen op één plek waar alcohol wordt geschonken. Ja. En wat mij opviel is dat het een hele relaxte, vrolijke sfeer was. Dat, ja, dat noemde jij, ja. Dat heb jij georganiseerd. Ja, ja, maar hoe kan dat? Ja, ja, dan, ja. Ja, misschien omdat ik aan de assen kom of zo. Het kan niet alleen maar assen zijn, ook niet alleen maar mazzel. Nee, natuurlijk niet, dat is het ook niet. En laten we wel wezen, er lag al een hele mooie basis voor Noorderzon. Het is nu volgens mij de 29e keer dat het georganiseerd wordt. Er is een soort gedeelde, daarom zag ik, daar hadden we het buiten ook over, zie ik altijd wel wat parallellen met politiek. Er is ik geloof heel erg in een collectieve gedachte. Dus het een kan niet zonder het ander bestaan. En het een heeft ook net zoveel bestaansrecht als het ander. Dus er is ook niet in die zin een kunst waarvan ik denk, nou ja, dit kunnen mensen niet aan. Dit is veel te complex. Dit is met ondertitels en het komt uit China. Nee, natuurlijk niet. 10 jaar geleden haalden wij een gezelschap Black Sky White uit Rusland. Post-apocalyptische Russische meme. Er gingen 4 keer 440 mensen naartoe. Ja, omdat die andere tenten uitverkocht waren. Ja. En de bar was dicht. Ja, precies. Ja, kom je daar terecht. Klopt. Soms moet je een beetje duwen. Ja. Zachte dwang. Nee, maar ik word daar heel gelukkig van als jij mensen niet onderschat. Dus tuurlijk denken we heel veel voor mensen. En dan probeer je logisch te bedenken waar je in geïnteresseerd kan zijn, daar je in wil verdiepen. Wat ik zelf bijvoorbeeld altijd heel vervelend vond in Groningen, is dat ik ben hier gekomen om te studeren. Daarna mag je dat een hele tijd niet meer. En dan, nou ja, met de leeftijd van mijn vader, die gaat 13 cursussen per jaar doet hij als pensionado. En ik wilde dat ook wel. Dit is een kennisstad. Met een gigantische universiteit, gigantische Hans Hogeschool. Ik denk, nou, dan misschien zijn er wel meer mensen die af en toe weer college willen hebben. Dus bieden we ook colleges aan. En dat vind ik er ook bij horen. Dat je top of the bill weer kan horen van onderzoeken. Dat je lokaal programmering ziet. Ontluikend talent. Maar dat hetzelfde. Ook die verhalen van over de hele wereld. En dat zie je ook in Groningen. Denk ik dat we gewend zijn dat je niet denkt, Groningen ligt aan het eind van een landkaart. Nee, Groningen ligt daar misschien wel middenin. Het is maar net welke landkaart je naar kijkt. En daarom vind ik grenzen ook niet zo interessant. En is het programmering die we aanbieden ook met volle vertrouwen dat onze bezoeker en iedereen dat snapt. Dat komt overal ter wereld en dan blijken er vrij veel dezelfde verhalen te zijn. Of die nou in Colombia worden gemaakt of in Groningen. Omwille van de tijd ga ik er even tussendoor. Ja, sorry. Ik hoor Femke natuurlijk graag praten. Ik snap dat jij het als algemeen directeur namelijk moeilijk vindt om gewoon deze complimenten in je zak te steken. Ja, dat heb je. Ja. Dus ik ga het even samenvatten zoals dat zit voor ons Groningers. Ik ben er eentje voor de mensen die niet in Groningen wonen. We hebben al 28 jaar, al 29 jaar dit prachtige festival waar alle vrijwilligers, moeten zich voorstellen, die daar achter de bar staan, die daar bouwen, die daar, weet ik veel wat ze maar doen, zich het hele jaar op verheugen om er te mogen werken. Ze nemen er vrij voor. Waar heel Groningen inmiddels, en natuurlijk heeft Femke gelijk, er lag al een mooie basis. We hebben Diederik al even genoemd vanmiddag. Nou, onder andere Diederik heeft daar natuurlijk ook al een mooie basis neergelegd. En dat hebben Femke en Mark Jomen, de artistiek directeur, en de rest van het team uitgebouwd tot iets waar de gemiddelde, nu ga ik misschien iets heel gek zeggen, ik ken mensen die ik dan toevallig zelf heb meegenomen van, je gaat nu maar eens kunst doen. Hè? Ga maar eens iets cultureels doen. En die zijn niet meer weg te slaan. En dat vind ik echt een enorm, die cohesie, die samenhang die het voor de stad is, Femke, dat mogen jullie met z'n allen in je zak steken. Bedankt. Merci. En we zijn zo straks eventjes, verzamelden we voor jouw verhaal. Dus dan moet ik meteen even een brugje. Bij die zeecontainer, weet u dat nog? Daar stond een ding boven, namelijk, goed bezig, Jonge Harten Festival. Het Jonge Harten Festival, want we hebben niet alleen het Noorderzon Festival en Eurosonic Noorderslag. We hebben nog een waanzinnig festival. Het Jonge Harten Festival voor mensen jong van hart en jong van geest.
Die heb jij als gast uitgenodigd. Ja. Dus het lijkt me leuk als jij ze er ook even bij haalt, Femke. Nou, heel graag. Ik heb Mark Marens uitgenodigd. Dat is de nieuwe directeur van Jonge Harten. Kom, Mark. Sinds dit jaar begonnen. En een heel gewaardeerd collega. Dat vind ik heel leuk. Waar wij het met de politiek al over hadden. Hè, de parallellen die wel te trekken zijn tussen een collectief gevoel. Nou, dat gevoel ik ook bij kunst en cultuur heel sterk. Het zou ontzettend saai zijn als Noorderzon hier in zijn eentje in Groningen zou plaatsvinden. Er zit natuurlijk altijd in die kunst- en cultuursector en de subsidiesector zit een bepaalde mate van competitie in schaarste van middelen. Maar dat vind ik ontzettend vervelend. Want uiteindelijk gaat het erom dat er er zijn logische stapjes en er zijn logische plekken voor al deze kunstinstellingen. En nou ja, Jonge Harten is daar één van. Een aantal maanden na Noorderzon in het jaar, of een aantal maanden voor Noorderzon, het is me nooit hoe je het bekijkt, waren heel veel jong talent van all over the world kansen krijgt, volgens mij. Ja, het leuke is misschien om eerst even te zeggen dat ik eigenlijk hier ook deels ben gekomen. Ik kom uit het noorden oorspronkelijk, uit Norg. Toen ik twijfelde of ik Jonge Harten wilde doen, net de plek vrij kwam, toen had ik eigenlijk net een paar maanden daarvoor Femke gevraagd als een van mijn mentoren. En toen heb ik Femke opgebeld om te vragen, eigenlijk wil ik wel weer terug naar Groningen en daar, dat wat ik eigenlijk toen ik studeerde in Groningen en heel graag iets in Groningen voor de cultuur wilde betekenen, maar daar eigenlijk niet een plek vond, zou ik daar wel terug willen, maar eigenlijk vind ik het ook best wel spannend. En toen zei hij, direct doen. gisteren is het mijn eerste versie van Jonge Harten gestart, de 21ste editie van het festival. Een festival voor een jong publiek van 12 tot 29. Eigenlijk bouwen we constant aan dat nieuwe publiek voor kunst. En voor mij ook echt een plek en een wens om een stem te geven aan de jonge generatie. Aan de ene kant, ik heb gisteren in mijn speech gezegd, heel lang heb ik zelf soort van mezelf afwachtend opgesteld, omdat ik dacht, als jong mens moet je wachten, moet je je missie, je visie verder scherpen, moet je ervaring opdoen. Maar eigenlijk het afgelopen jaar bedacht ik opeens, sorry, het is klaar. Volgens mij moeten we nu in die samenleving waar we nu zijn, die jonge generatie serieus gaan nemen en hen een stem gaan geven en hen hun eigen toekomst verder ook laten meebepalen. En dat is wat we doen bij Jonge Harten. Gedurende 9 dagen verenigen we eigenlijk die hele generatie bijeen door allerlei voorstellingen in de theaters, maar ook in de container waar theatermakers ontmoetingen organiseren tussen mensen die elkaar anders nooit zullen ontmoeten. Eigenlijk, op het station. Ja, ik ga je weer ontbreken. Want je zei al van tevoren tegen mij. Ik kan zo een hele speech gaan geven. Nou, dat kan ook. Ik wil één vraag. Hoe lukt het je om die hele generatie ook naar je toe te halen? Want de kunst, het is heel actueel, staat natuurlijk ook onder de verdenking alleen maar voor een bepaald clubje op te komen. Dat vond ik zo mooi bij jou. Iedereen zich daar thuis voelt. Hoe ga jij daarmee om? Hoe zorg je dat iedereen zich ook thuis voelt op jouw festival? Keihard werken. Ja. Het is eigenlijk, wat we doen is, mijn hele team bestaat uit jonge mensen. En eigenlijk is de allergrootste kracht mond-tot-mond reclame. Ja, maar dat is niet echt een antwoord op de vraag. Want die generatie is wel divers. Je hebt mensen in de bovenlaag die geschoold zijn. Je hebt in de onderlaag die misschien niet zo snel toegang hebben tot kunst en cultuur. Ik spreek uit eigen ervaring, dat was ze gewoon niet thuis. Hoe weet je die jongeren te bereiken dan? Wat we niet doen is in het programma concessies doen. We creëren eigenlijk een context waarin zij zich welkom kunnen voelen. En dat doen we onder andere door samen met het Grand Theater ook nu een groep op te hebben gericht van 10 jonge mensen die uit alle hoeken van Groningen komen. En met hen een heel jaar lang te spreken over wat zij van theater vinden. Waarom zij daar wel of niet naartoe gaan. Waarom zij zich wel of niet welkom voelen. Wat ze daarvoor nodig hebben om zich wel of niet welkom te voelen. Is dat een voorstelling? Is dat wij onszelf totaal om moeten gooien om iedereen, al die jonge mensen kunnen bereiken? Of is dat ook door met ze in gesprek te zijn? En dat doen we naast die groep ook met allerlei subgroepen eigenlijk. Door alleen maar met hen in gesprek te blijven en constant dialoog te voeren. Helder. Over het Grand Theater, je zei het zelf al gesproken. Daar is vanavond om 9:00 een heel erg mooie voorstelling waar je ook als je ouder bent dan 29 best naartoe mag. Ja, ja. Ik ga namelijk ook, ben ook iets ouder, 1 jaartje of zo. Ouder dan 29. En zoals Femke eigenlijk ook zei, we worden steeds trotser als Groningers. En we hebben steeds meer een internationale
allure ook. Dus daarvoor heb ik ook een... Precies, ik zou het lijkt me leuk als jij zelf introduceert wat onze volgende gast is. Ik heb een gast meegenomen, want het barst nu ook met allemaal theatermakers in Groningen. En een van die theatermakers is Raya Lester. Oorspronkelijk uit Venezuela. En hij woont en werkt in Nederland. En hij staat van gisteren stond hij al in het Grand Theater, maar vanavond weer met zijn performance White Ariane. En we hebben hem gevraagd om een van zijn nummers te zingen. Nou, dat gaat hij doen. Ja. So take it away, Ryan. Ariane Lester! In a most beautiful costume. Hello. This song that I'm going to sing to you is a song that I made for my mother. We haven't seen each other for 4 years. The song is called Lovers in Devotion. Something else. My name is Araya Lester, like Mariah, but without the M and hairy legs. So you can follow me on Instagram and Facebook and all this kind of stuff. Love is in the ocean. 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 Love is in the ocean.
Araya. Araya Lester. Thank you so much. Heel tof. Ik dank ook... Ben ik uit? Oh nee, ik ben aan. Ik dank ook jou, Mark, want we gaan door naar het volgende dorp. Dames en heren, kom allemaal nog naar het Jonge Harten Festival. 29 of niet. Heel veel mooie voorstellingen overal. Ik dank ook alvast jou, maar niet, je mag nog niet weg. Want we gaan eerst nog iets anders doen. We gaan namelijk het mooiste bloemen die er zijn geven aan het meisje wat complimenten haat. Maar er is lang en uitgebreid gesproken over hoe we Femke als PvdA Groningen kunnen bedanken. Ik hoop dat jij dat wil doen, Lodewijk. Ja, zeker. En het is natuurlijk voor je hele team, maar Noorderzon is zo speciaal, dat weet jij zelf niet half. Dank je wel. En als gevolg van de onervaren interviewer hebben jullie misschien nog niet genoeg gehoord over het idealisme waarmee Femke Eerland dat doet. En daar mag Groningen heel blij mee zijn. En de rest van het land ook. Echt een inspirerend voorbeeld voor hoe je cultuur van en voor iedereen kan maken. Dankjewel. En dank voor je interviewtechnieken. Ja. Ja, ik vond het best goed hoor. Ja. Dat is goed. Ga zitten. Geniet van de rest. Merci. Alweer tranen. Het is een beetje de dag van de tranen hier. Echt waar? Oh. Ach, de schat. Nou, potverdorie. Eus, wat heb je met haar gedaan? Nou, je ze moet zat dus, net nog gewoon hier. Ja, ik weet niet wat er is gebeurd. Maar je moet even mijn reactie gaan afwachten als ik die bloemen krijg. Dan ga ik wel... Jij denkt dat die ook voor jou zijn. Dan ga ik wel toppen, hoor. Ja, hij gaat dit gewoon toppen? Ja. Heel lief, toch? Ja. En ik zag je net zo een beetje zo kijken, gezellig naar Araya. Snapt je? Ja, we hadden het net even over snappende kunst en niet-snapkunst. Nou, kunst gaat ook vaak over gevoel, hè? Ja, precies. Ja, tuurlijk. Ja. Als je een boek leest... Kijk, je kan ook muziek mooi vinden die in een vreemde taal wordt gezongen. Dan snap je het niet waar het over gaat, maar dan wordt er wel een gevoel ingelegd. Dus snap je het ook. Ik snap het helemaal. Snapte jij het eigenlijk? Redelijk. Ja? Nee, ik snap het ook. Ja? Ik vond dat je dit net mooi zei. Kunst gaat over gevoel. Ja, nee, dat precies. Oh, wat heerlijk. Barbar. Ja. We gaan een ander soort gevoelens doen, namelijk de gevoelens van Carine Bloemhof. Ja, dames en heren. Ik denk dat jij nu straks ook moet staan, anders wordt het hier zo vol met krukken. Carine, zoals jullie weten, lijsttrekker hier voor de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, heeft namelijk een drietal helden ontdekt. Haar helden, en ik ken ze inmiddels en ik vind het ook een hele goede keuze aan helden. Over gevoel gesproken. En ik vind het leuk als jij ze zelf naar voren zou willen halen. Ja, want nou, als een raadslid, dan kom je natuurlijk ontzettend veel mensen in aanraking in de stad. En dat is ontzettende eer. Want wij hebben natuurlijk eigenlijk heel veel helden in Groningen. Nou, Femke is ook zo'n held. Ik heb drie helden geselecteerd die ik hier graag vandaag hun verhaal wil laten doen. Allereerst, de eerste held die ik ontmoette in mijn politieke loopbaan toen ik in 2011 in de gemeenteraad kwam. Dat is Brigitte de Waal. Kom maar even naar voren, Brigitte. Brigitte, zoek een stoel. Welke je maar leuk vindt. En Brigitte is schoonmaakster op een basisschool in de stad. Hm. En ik raakte heel erg onder de indruk van jouw verhaal dat je eigenlijk in 3 minuten tijd een klaslokaal moet schoonmaken. Wat gewoon geen doen is. Dat maakt echt een heel veel woede in mij. Brengt dat teweeg. Dat ik denk, dat is gewoon niet te doen. Zij is dus een enorme held dat ze dat in die tijd doet. En we gaan straks denk ik even jouw verhaal horen. Dus schuif lekker aan. Kies er eentje. Je mag zelf kiezen. De tweede held die ik heb gekozen is Twan van Wijsterveld van Dovenfabriek De Verbinding. Dovenfabriek klinkt wel een beetje raak erin. Maar dat gaan we zo uitgebreid vragen. Twan is eigenlijk een sociaal ondernemer met een heel groot sociaal hart. Dus ik vind van belang dat jij ook vandaag ook wat vertelt over wat jullie doen. Dat het ook breder verspreid wordt. Ja. Dus schuiven we ook aan, gerust. En mijn derde held is Sinita Gorissen. En ik was samen met Kirsten van der Hul op werkbezoek bij Jasmijn. Hè, en toen ontmoetten wij jou. Dat was ook in augustus, de dag nadat we op Noorderzon waren. En jij bent echt een powervrouw voor mij. Echt heel erg dat jij jezelf niet dankzij, maar ondanks de overheid uit de schulden hebt geknokt. En jezelf weer een weg vooruit hebt geholpen. En ik ben ook, en jij wil ook heel graag jouw verhaal delen. Dus vandaar dat ik jou vandaag heb uitgenodigd.
Ga ook lekker zitten. U moet even gaan kiezen. Dus volgens mij gaan we Karien lekker laten zitten. En dan doen wij wel een soort van wandelende brigade. Ja. Jij hebt iets tussendoor. Een microfoon? Nee, ze hebben allemaal als het goed is een eigen microfoon. Ja, okay. En dan moeten Karien en Sunita meteen een beetje delen. Waar wil je beginnen? Zullen we bij Brigitte beginnen? Ja. Want ik vond dat fascinerend. Ik heb dat gisteren allemaal opgezocht. En ik las niet 3 minuten, maar 1,5 minuut. In 1,5 minuut moet je een klaslokaal schoonmaken. En dat moet je vooral dan resultaatgericht doen. Schijnt. Zou je de microfoon willen pakken? Misschien kun jij anders als hengel zo fungeren. Ja, dat is misschien ook wel leuk. Of kun je hem lekker dicht bij je mond houden? Ja. Even de voorgeschiedenis. Want jij bent al jaren aan het leuren, mag ik wel zeggen, om betere voorwaarden binnen de schoonmaakbranche. Ik zag filmpjes uit 2010, uit 2011, uit 2012. Jarenlang. Kun je een klein beetje de voorgeschiedenis vertellen over wat er is gebeurd sinds 2011, de Europese aanbesteding? Wij hebben in Groningen moesten we 2500 uur bezuinigen op de schoonmaak, op de basisscholen. En dat houdt in dus dat je 90 seconden hebt om een klaslokaal schoon te maken. Een heel lokaal? Een heel lokaal, daar moet je ook alles in doen. Tafeltjes, vensterbanken, stoeltjes, prullenbakken, wissen. Stofzuigen? Stofzuigen hebben we geen tijd meer voor. Dat zat er altijd wel, maar dat kan niet meer. Nee, maar dat kan ook niet. Heb jij kinderen? Nee, mijn moeder was ook schoonmaakster 30 jaar. Dus maar die hoefde niet in 1,5 minuut? Nee, die was in het ziekenhuis, maar daarom ben ik heel verbaasd. Als je ook nog een keer inderdaad zou moeten stofzuigen, dan is het gewoon onmogelijk. Dat wil gewoon niet meer. En wat is dan, want ik las iets over resultaatgericht schoonmaken. Ja, hoe werkt dat dan? Je mag alleen schoonmaken wat je ziet. Dus je mag alleen deze vlees, hier ligt wat water, kunnen jullie niet zien? Dat mag je dan alleen maar schoonmaken? Alleen dat mag je schoonmaken en de rest laat je liggen. Zo. Maar waar kinderen zitten, alles wordt vuil gemaakt. Dus jullie begrijpen wel, je moet gewoon een heel lokaal schoonmaken. En een toilet ook. Ja, ongelooflijk. We maken het sprongetje, want dat was dan, dat begon sinds die aanbesteding. Je moest bezuinigen. We maken het sprongetje naar nu. Het is nog lang niet allemaal van de baan. Want vervolgens hebben we ook de CAO. Wat jullie zeggen van, wij willen respect en een toekomst. Ja, klopt. Wil je daar eens iets over vertellen? Nou, respect. We willen gewoon zichtbaar zijn, hè, wat we doen. Want je krijgt natuurlijk veel commentaar, kregen we van ouders. Je ziet de schoonmaker en ze zijn ook weer weg. Zeggen de ouders? Ja, die zeiden dat in het begin. Hè, die begrepen niet dat er zoveel bezuinigd was. Oh, maar die ouders zeiden tegen jullie... vonden ze er ook iets van? Vonden ze het raar dat jullie op deze manier moesten schoonmaken? Of keken ze jullie daarop aan? In het begin wel. Echt? Later is dat wel weer teruggedraaid. Want ze kregen dus ook wel respect voor ons. Zo weinig tijd, zo weinig schoonmaakmiddelen. Dus dat is wel weer goed gekomen. Maar is nu, want ik ben echt verbaasd. Hè? Dus ik zie dat eerste filmpje uit 2011. Ja. En nu is het 2018. En het is nog hetzelfde. Het is exact gewoon, jij moet nog steeds in 1,5 minuut. Ja, je krijgt geen tijd erbij. Wat ons wel beloofd is door de onderwijsgroep Groningen. Die zouden ons 3 jaar achter elkaar, hadden ze geld gezegd dat we dat zouden krijgen. Dat is nooit gebeurd. FNV heeft dat voor ons uitgezocht. Maar zijn dan zo langzamerhand die scholen niet gewoon vies? Ja, zou je denken. Ja. Als je probeer even die microfoon, leg het maar gewoon neer. Die scholen zijn gewoon vies. Ga maar naar een willekeurige school. Je zal altijd zien dat er vlekken zijn. WC's die stinken, spinnerig, waar je niet bij kan. Ongelooflijk. Wie van jullie, jongens, dames en heren, heeft de kinderen in de basisschoolleeftijd? Wisten jullie dit? Nee. Heb je ooit over nagedacht hoe dat eigenlijk werkt, zo'n school? Maar waar zitten jouw kinderen op school? Schreeuw maar gewoon. Nou, dan zal het niet anders zijn, hè? Nee, het is in heel Nederland. Het is overal zo. Ja. Dat je even weet dat je kinderen dus in een vrij vieze school zitten, heel veel uren per dag. Nou. Als ik straf kreeg, moest ik altijd de klaslokaal schoonmaken. Nu weet ik waarom. Ja. Verbijsterend verhaal. We gaan er zo nog even door. We gaan even naar Twan. Iets heel anders. Jij zei net dovenfabriek. Ik zei dus een beetje een gek woord. Het is een timmerfabriek eigenlijk, hè? Een constructiebedrijf voor hout en aluminium, om even precies te zijn. Cool. En die heb jij opgericht. En dat heb jij met een bepaalde reden gedaan. Ja. Zoiets komt op je weg. Ik ben vader van een dove zoon. Hij is inmiddels 28. Prachtig kind vroeger. Ik dacht, we redden ons wel. We woonden toen in Tanzania. Ik werkte in Tanzania.
En dan kom je er langzaam achter dat het allemaal zo makkelijk niet gaat. Dus dan zijn we voor hem in Groningen komen wonen. Ik kom eigenlijk uit Brabant. Vanwege de dovenschool. Vanwege de dovenschool, Kio, in Haren nu. Je groeit met zijn jongen op. Je ziet dat je leert de dovenwereld kennen. Ik had er geen benul van. Ik had dezelfde ideeën, dezelfde vooroordelen als ik nu bij bijna alle niet-ingewijden tegenkom. In het begin denk je met het kind aan onderwijs, aan zorg. Totdat hij wat ouder wordt en je denkt, hey, wat moet dat van hem worden? Wat moeten we van hem worden straks? En ook omdat ik in de belangenbehartiging in Nederland van doven terecht was gekomen, leerde ik dat hele kleine wereldje van doof, we hebben het niet over slechthorend, maar over doof kennen. En zag ik dat veel meer dan de helft van de dove mensen in Nederland werkeloos zijn. Ja. Veel meer dan de helft. Dat is ongelooflijk. Ja. Want we hadden een klein voorgesprekje om. Doet er niet toe. We hadden het, kregen het ook in het verlengde van de Sunita's verhaal over taal. Hoe belangrijk de taal is. Ja. En als gebarentaal dus, hè? Ja. Ja, precies. Als we het tenminste niet hebben over die dove mensen die later doof geworden zijn. Want hè, morgenochtend kan ons hetzelfde gebeuren met hersenvliesontsteking of wat dan ook. En goed, wij hebben ze allemaal in huis. Heel getalenteerde mensen en minder getalenteerde mensen. In ieder geval, ik was dus op zoek in het begin van de eeuw, naar, omdat ik mijn eigen ervaring als bestuurder en manager in het leven had. Ja. Ik dacht, nou, werk is een ontzettend belangrijk ding om twee redenen. De ene is dat mensen dan in plaats van de bijstand loonbelastingbetalers worden. Hè? Dus gewoon een normaal cao-salaris gaan verdienen. Maar van de andere kant, om iemand te zijn in de wereld. In plaats van dat je thuis in de bijstand, in de bank, naar de televisie hangt, kun je op feestjes gewoon vertellen over wat voor mooie dingen je doet. Ja, en dat doen ze bij jullie. Ja, want even voor iedereen, er is een constructiebedrijf voor hout, we noemen het makkelijk gezegd timmerfabriek. Het grootste deel van de werknemers doof is. Ja. Hoeveel mensen heb je op dit moment? Er werken nu 29 mensen. Waarvan hoeveel? 19 horend. En hoeveel? Horend 10. Oké, 19. Ja. En dus niet, het is, we hebben het net over sociale ondernemerschap. Maar het is ook gewoon, even platvloers gezegd, een commercieel bedrijf. Mensen, je hebt gewoon een normaal bedrijf. Ja, nul subsidie. Precies. Nee, het is gewoon een bedrijf waar ik met kozijnen kan bestellen. Ja. Dus het gaat om de medewerkers, maar in wezen gaat het hele dag natuurlijk om de klanten. Want die moeten graag komen en want daar moet elke maand het salaris en de huur en de elektriciteit en de belastingen, noem maar op, van betaald worden. Als het jaar begint op 1 januari, dan moet ik om te beginnen een miljoen aan vaste lasten weer terug gaan vechten. Ja. En dat lukt. Even terug naar de mensen met wie jij werkt. Want je vertelde net van het is zo fijn. Hè, dat geldt voor ons allemaal. Dat we gewoon op een feestje kunnen vertellen. Dit is wat we doen. Hè, dit is mijn vak. Ja. Heb jij mensen in de loop van de jaren echt zien veranderen? Nou ja, allemaal. Opbloeien? Allemaal. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk ook een heel belangrijke opleidingsfunctie. Hè, want doven en leren, dat wil niet. En Nederlandse taal, doven kunnen niet lezen. Uitzonderingen daar gelaten, want dat hebben wij geleerd door te verklanken. Goed, dus dat doen we ook zelf, met de hulp van Noorderpoort en Alfa-collega. Oké. Nou, eigen klasje in het bedrijf. Wat men dus elke dag voor ogen, elke dag zie, is Adnan, die nu 32 is en op zijn 7e, 25 jaar geleden, als vluchteling met zijn ouders uit Bosnië kwam. Moet je je voorstellen, 7 jaar, doof, helemaal getraumatiseerd van de oorlog, kwam hij hier terecht en zat bij mijn zoon in het busje van de leerlingenvervoer. En dat was een stuiterbal tot en met. Niet te hebben, het jong. Heel leuke ouders. Ik dacht, hoe komen ze aan zo'n kind? Het was echt een bar. En nu zijn we 25 jaar verder. En nu is die ploegleider bij ons op de aluminiumhal. Is die getrouwd. Heeft die 2 hele mooie kindjes. Gek. Nou, als je die gang ziet, dan denk je, wauw, hier doen we het voor. Nou, dat zou ik zeggen. Taal, ja, een applausje aan allebei natuurlijk. Gisteren had ik het genoegen om bij een soort van een halfslachtig, net niet debat te zijn, maar wel heel veel, heel informatief. Waar taal heel belangrijk was, daar ontmoette ik Sunita, toevallig. Dus ik weet haar verhaal en ik was ook een beetje, ik was nogal onder de indruk. En we hebben het even over gehad, want ik zei van, wil je een vraaggesprekje? Zei ze niet, nee, ik wil alles gewoon zelf vertellen. The floor is yours, honey. Hallo. Je hoeft nergens aan te zitten. Als je dat wel hebt gedaan, dan moet je nu even een andere pakken. Doe ik deze weer goed. Hallo. Zo, dan is hij gewoon nu uit, of mute. Eus was alles op. Ja. Nou ja, ik ben Sunita. Ik ben 30 jaar. Ik heb een dochter van 11. Ik was heel vroeg moeder. Of heel vroeg, ja.
best wel vroeg. En ik was 17 toen ik zwanger raakte. Ik was zelf nog een kind. Ik was best wel een rebels kind. Ik ging veel op stap, dus het was veel te vroeg. Er gebeurde van alles. Ik had mijn schulden. Hulp zocht ik ook niet. Ik wist ook niet waar ik hulp moest zoeken of wat voor hulp er beschikbaar was. Nou, na heel veel schulden dat opliep, werd ik uiteindelijk ontruimd door de woningbouw. Dus om eventjes een beeld te maken van dat het eigenlijk heel slecht ging op een duur, kwam ik bij mijn moeder wonen. Die heeft mij gelukkig heel goed opgevangen en die heeft altijd voor me klaargestaan. Maar er kwam een moment dat ik mij realiseerde van ja, dit wil ik niet. Hoe kom ik hieruit? Het zag ook uitzichtloos eruit. En dat ik dacht van, kan het überhaupt? Ik had niet echt geloof erin dat het nog kon, zeg maar. En toen kwam ik dus bij Jasmijn. Alleen zijn moedertraject heb ik toen gevolgd. Daar waren mensen die in mij geloofden en niet aan mij opgaven. Die hielden mijn hand vast en die bleven net zo lang met mij lopen totdat ik het zelf kon. En doordat hun in mij geloofden, begon ik ook in mezelf te geloven. Dus dan kreeg ik bijvoorbeeld sollicitatietraining of brieven schrijven. En elke keer kwam ik erachter dat ik het heel goed kon. Dat ik heel goed een brief kon schrijven of een sollicitatiegesprek. Dat ik het heel goed, dat ik die gesprekken goed kon voeren. Waardoor dus heel veel in mij groeide. Zelfvertrouwen, ik ben echt een dromer. Ik durf een heel grote droom altijd. Of sinds die tijd eigenlijk. En toen kwam eigenlijk die doorzetten naar boven. Dus ik heb heel erg gevochten, zeg maar, om dat van te maken. Ik wilde kok worden. Ik heb de koksopleiding gedaan. Ik had die tijd ook nog steeds schulden. Toen ik de koksopleiding bijna had afgerond, toen dacht ik, ja, ik wil heel graag HBO doen. Ik wil heel graag hoger opkomen. Niet weten of ik het überhaupt kon, maar ik dacht, ik spring gewoon het diepe. Dus ik heb een. Maar omdat ik de schulden heb en je zit in de schuldhulpverlening, kan je dus niet studeren. Want studiefinanciering is geen inkomen. Dus daar zat een barrière. En toen heb ik dus besloten, ik stap de schuldhulpverlening uit en ik ga studeren. Ik bel zelf wel de deurwaarders op en ik probeer het gewoon zelf. En dat heb ik dus gedaan. Wat eigenlijk, aan de ene kant dacht ik van, nou, dat is misschien een hele domme stap geweest. Maar nou moet je het zelf doen en is alles weer op je eigen bordje. Aan de andere kant gaat er een wereld voor me open. En kansen die voor mijn voeten worden gegooid. En dat ik denk van, ja, dat ruil ik voor helemaal niks in. Dat wil ik voor niks inruilen. Daarvoor moet ik wel ploeteren om toch aan mijn schulden te werken en rond te komen met een dochter van 11 die straks gaat puberen. En, gedurende deze reis heb ik ergens een droom ontwikkeld en dat is, ik wil graag motivatiespreker worden. Dat is omdat ik dus... Die wist ik nog niet. Ja, dat wist eigenlijk al, hè? Ja. Omdat ik dus heel erg ben gaan nadenken van wat is dan zo... Wat heeft mij dan... Wat was dan die doorslaggevende factor dat ik toch besloot ervoor te vechten? Of hoe kan dat het me nu wel lukt om door te zetten? Wat eerder lukte me nooit iets om af te maken? Waarom geloof ik nu wel in mezelf? En die tijd dus, dat was ik dus ontruimd en moest ik nog een nieuwe woning. En mijn moeder die zei, alsjeblieft niet, dan ga een keertje mee naar de kerk. Ze wilde heel graag dat ik meeging en ik had me toen bekeerd. En dat was voor mij zeg maar de omslag, zeg maar. Dat was de keuze waaruit ik besloot, mijn leven gaat nu anders worden. En daardoor kwam dus dat gevoel van, ik wil graag meer mensen erover vertellen. En nu ik dus op de Hans Hogeschool zit, en dan krijg ik dus boeken zoals sociologie. En dan, eigenlijk eerder had ik nooit wat met de politiek. Ik vond het ook niet interessant en dat soort dingen. Dus ik lees een boek sociologie en ik zie dingen over de gemeente, over de staat en... waar de politiek over gaat, de discussies die er gaan. En ik besef eens, hey, maar dat gaat over mij, dacht ik. En ik dacht, maar het is heel moeilijk dus om te klimmen. Ik heb nauwelijks besef gehad van een gemeente omheen die daar barrières misschien in hebben of dat soort dingen. En wat ik daar dus uithaal, van, ondanks dat er dus inderdaad barrières zijn, er is wel degelijk een weg. Dat zit wel in je eigen inzet natuurlijk. En doorzettingsvermogen en durf te dromen vooral. En ga er vooral op af. Ik zeg altijd, ga gewoon. En als je de deur dicht blijft, dan is er vast een andere deur. Ga gewoon. En wat ik dus probeerde of over na heb gedacht om aan hier even te vertellen. Of tenminste als motivatie spreek ik. Wat ik dus ervaar tijdens de hele reis is dat ik dus inderdaad, het gaat om je eigen zelf inzet en de zelfdiscipline. Maar er is één ding wat gewoon... Echt, wat gewoon ook belangrijk is, want anders lukt het ook niet. Dat is de gunst van de mensen om je heen. En dat is de persoon tegenover wie je zit als je je uitkering aanvraagt. Of de werkgever bij wie je solliciteert. En ik weet dat mijn werkgever, ik had een beetje van mijn verhaal verteld. En hij zei, Sunita,
ik wil jou helpen met je schulden. Die hebben geïnvesteerd in mij om mij te helpen met mijn schulden. Of mijn chef-kok die zei van Sinita, wij gaan het bedrijf investeren in het bedrijf, want dan kan je niveau 3 doen. Zo zijn er elke keer mensen om me heen geweest die even zeiden, ik hou de deur voor je open, zodat je toch nog de deur kunt halen. En dat is gunst, zeg maar. Gunst van de mensen om me heen. En omdat ik dus nadacht over, van, nou, dat is dus inderdaad de gemeente, de staat, en er zijn regels en waar we aan moeten houden en sommige zijn barrières. Maar uiteindelijk zit ik tegen die persoon tegenover mij aan die tafel, die mij er langs moet laten, zeg maar. En dus los van dat het je eigen inzet is, is het ook heel belangrijk dat je gunst hebt van de mensen om je heen. Dat als je mensen tegenkomt, of het aan je werk is of op straat, dat je misschien weet van misschien heb jij, kan jij die deur voor die persoon openhouden. En misschien dat jij een keer de bus mist. Kortom, zolang we dingen samen doen, jij en ik zijn wij. Ja, toch? Zoiets. Zo gaan we. Wat een prachtig verhaal, Sinita. Heel, heel, heel mooi. Ik zag Femke net heel geïnteresseerd luisteren. En Femke doet ook allerlei collegeachtige. Ik denk, hier is een match geboren. Hè? En de goede motivational speaker zit hier. Ja, echt. Jij kan. Geef dat kind een podium van 3 kwartier. We koppelen straks jullie aan elkaar. Ik geef het laatste woord voor de vraag. Ik zou jullie nog allerlei vragen willen stellen. Maar ja, we zitten, die klok is altijd een beetje bindend. Daar liggen microfoons. Jij kent ze al, maar toch, wat zijn nou dingen waarvan je zegt, dit moet iedereen nog even weten? Jij weet dit. Nou, het verhaal van Sinita, ik kan daar niet, gewoon dat ze ontzettend een powervrouw is en dat ze inderdaad maakt van haar kennis gebruik. Want het is mij niet overkomen, hè, schulden. En heel veel andere mensen ook niet, denk ik, die hier in de zaal zitten. Maar zij kan precies vertellen waar je tegenaan loopt en hoe je er tegenuit knopt. Dus dat maakt vooral van haar gebruik als jullie nog iemand zoeken over dat thema. Twan, wat mensen nog niet van jou weten, dat je gewoon dat ontzettend van belang is dat, hoe jij als sociale ondernemer gewoon te werk gaat. En dat wij als gemeente ook, denk ik, meer kunnen doen om ook mensen met, die bijvoorbeeld aan de kant staan die niet doof zijn, hè, dat we daar als gemeente, denk ik, meer kunnen doen. Want daar bots jij ook wel eens wat tegenaan. En dat heb je ook mij persoonlijk nog verteld. Dus ik denk gewoon dat jij zei van, ik ben een bedrijf en ik wil ook de zaak rondbreien aan het einde van het jaar. Maar je kan af en toe best een beetje hulp van de gemeente gebruiken als het gaat om die kansen om mensen naar werk te leiden. Ik weet niet of je nog doet, jij doet nog. Ja, gaat helemaal. Wat, en jij zei wat mensen nog niet van Brigitte weten. Of wat jij gewoon heel belangrijk vindt. Wat ik heel belangrijk aan Brigitte vind, dat ze enorm veel doorzettingsvermogen heeft. Echt, want als je zo lang bezig bent, en wat mensen niet van Brigitte weten, is dat ze op dit moment in de ziektewet zit en reuma heeft, en dat Brigitte een opleiding aan het doen is voor administratie om gewoon weer aan het werk te gaan. Hè? Maar ik bedoel, als je in zo'n situatie zit, dan is het niet makkelijk, en toch staat ze vooraan om te knokken voor de schoonmakers, voor de CAO. En dat vind ik heel belangrijk. Drie deze helden. En als jij nou geus, ik stel het volgende voor, namelijk dat ik dan Twan kus. Hè, wat? En ja, ik, dat ik dan Twan zo, ja. En jij dan Sinita en Brigitte. Je bent wel echt control freak, hè? Ja, prima. Maar dat kunnen we ook niet doen. Mag jij Twan zoenen? we zoenen wel wie we lekker vinden. Maakt niet zoveel uit. Mooi vraag. Ja. Ja, nu, dankjewel voor je prachtige verhaal. Dankjewel. En de inspiratie. Deze inspirerende Groningers, dames en heren. De knokkers. De vechters. En zo naderen wij langzaam het einde van deze Club Rood. De light versie, wou ik zeggen. Met nog één, ik zei net al eventjes, we gaan het nog kort over sport hebben. Dat was ook de bedoeling. Oh. Maar gisteren, ik weet niet wie dat gevolgd heeft. Ik heb het jou nog niet met jou over gehad. Gisteren kwam er plotseling een melding binnen dat wellicht de supporters van FC Groningen, a.k.a. de Z-site, van plan was om actie te gaan ondernemen op hun manier tegen de demonstranten in de Zwarte Piet kwestie. Ja. Er was een heleboel gedoe omheen, maar FC Groningen heeft gewoon een supportersvereniging. Ja. En die zeiden, ja, dat is hallo, zo zijn we niet getrouwd, dat gaat echt niet gebeuren. Die zie je bijna nooit in het stadion.
Die supportersvereniging? Nee, supporters, ja, überhaupt. Nee, de Village Stadion, een beetje... Hé, we hebben net gewonnen, hè? Ja, gefeliciteerd. Mocht ook twee keer? Ja. We hebben twee keer gewonnen. Hoe zit jij met Coed Eagles eigenlijk? Stijf bovenaan. Ja. In welke divisie-achtige dingen zo alweer? Jupiler League, maar bovenaan, ja. Ja, oké. Okay. Vroeger, toen jullie nog in de Eredivisie zaten... Toen we zijn vier keer landskampioen geweest. Nou, dat is heel lang geleden, weet je. Ja, toch is het wel zo. Okay, hoe vaak is Groningen kampioen geweest? Nou, bijna één keer of zo. Ja, precies. Bijna. Hoe dan ook, de kerstverse voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen zei... We gaan dit eens even heel anders doen. Wij willen heel graag... We hebben al deze cadeautjes vanmiddag aangeboden natuurlijk. En die hebben jullie allemaal meegenomen. Wij gaan deze inzamelactie als supportersvereniging van FC Groningen... Doorzetten. Dat is even de boodschap namens de supporters van FC Groningen... die heus niet aan de knoppen zijn nu. Dus in plaats van onvrede uiten tegen demonstranten voor of tegen... hebben ze gezegd, wij gaan het heel anders doen. Verliefd zijn op Groningen. Ja. Zei ik zo straks. Ja, ik ben dat. Ik ben ook niet een echte. Ik kom ook uit Drenthe. Mm-hmm. Ben ik een image. Import. Ik ben import, ja. Ik ben export Drenthe of een import Groningen. Woon je langer in Groningen? Ja, ik woon langer in Groningen dan in Drenthe. Ik ben wel nu wel een soort van echt. En ik wil echt niet meer weg. Ja. En jij was een keer, je hebt een tweet gestuurd de wereld in. Ik weet niet meer precies wanneer, want jij liep twee jaar geleden naar het hoofdstation. En daar gebeurde iets met jou. Ja, dat klopt. Twee jaar geleden, ik ben trouwens in mijn rol als schrijver en columnist ben ik heel vaak in Groningen. En dat zegt volgens mij ook wel iets over de stad, of misschien wel twee dingen. Namelijk dat hier heel veel gebeurt op cultureel vlak. En ten tweede denk ik dan dat ze mij ook wel aardig vinden hier in Groningen. Kan ik me niet voorstellen. Nou, voordat ik hier kwam heb ik een lijstje gemaakt van waar heb ik het afgelopen jaren het vaakst gestaan. En Groningen stond bovenaan. Echt? Ja, echt waar. 12 keer. Dus nu al gemiddeld 1 keer per maand. En wie weet wat nog gaat komen. Dus op een of andere manier gebeurt er veel in Groningen. Ik was vorige week trouwens ook nog met de bundel van Levi Weemoed. Ken je Levi Weemoed? Jazeker. Ze stijf bovenaan. Is een Drent trouwens. Ik ging bijna even uit mijn Groningse rol, hè? Van der Velde, was heel leuk. En een week daarvoor was ik er ook. Ik ben heel vaak. Klopt, 2 jaar geleden liep ik hier ook weer. Toen was er volgens mij waren de introductiedagen van de studenten, weet je wel? Ja, 5 weken. En heb ik een literaire lezing gegeven aan een paar van die jonge knapen... die dan een letterenstudie gingen doen. En toen liep ik door de binnenstad en het was lekker weer. De jongeren zaten buiten, allemaal met een wijntje en een biertje. En die vibe, die was gewoon zo goed, die was gewoon zo lekker... dat ik dacht van, ik ben in een paradijs beland. Het is hier gewoon, zo bestaat dit ook in Nederland? En toen stuurde ik een tweet, ik weet niet meer precies hoe die ging. Ik parafraseer zo van, nou ja, als heel Nederland op Groningen zou lijken... dan hebben wij geen problemen meer in dit land. Dat schreef ik. Nou, hoe fijn willen we dit hebben? Het laatste woord van deze club, een beetje aan mij, maar eigenlijk aan jou. En dan zeg ik dag, zoiets, hè? Ja. Je hebt een prachtige column voor ons. Nou ja, eigenlijk was ik al mee begonnen. Ja, dat weet ik. Maar ik ga dan nu weg. Althans, dan ga ik dan daar zitten. Ja. En dan ga ik naar je kijken. Ja, is goed. Heus, it's yours. Ja, nou, ik was dus in Groningen naar aanleiding van die... bijeenkomst die ik moest bezoeken. En ik stuurde die tweet de wereld in. En toen gebeurde er iets merkwaardigs. Namelijk, ik zit op Twitter, ik zit op Instagram ook. Ook, u kunt mij volgen allemaal. Dat zei de jongen net ook. Maar wat er gebeurde was dat die tweet enorm werd geretweet. Voor de mensen die niet op Twitter zitten, moet ik even uitleggen. Dan wat jij hebt geschreven wordt dan enorm gedeeld door andere mensen. En wordt enorm gewaardeerd door andere mensen en wordt verspreid. Maar dat ging maar door. Dat liep echt op in aantallen van duizenden. En ik dacht van, blijkbaar heb ik hier een gevoelige staar geraakt. Maar wat precies, dat wilde ik onderzoeken. Ik hoefde zelf niet proactief op onderzoek uit te gaan. Want wat gebeurde er? De lokale pers begon ook te bellen. Dagblad van het Noorden begon te bellen. Allerlei andere journalisten en webbloggers en weet ik veel wat. Die wilden allemaal mij gaan interviewen op basis van die 13, 14 woorden die er in de tweet stonden. En toen merkte ik dat er in Groningen...
voor zover je dat empirisch kan waarnemen. Maar toen merkte ik dat er in Groningen iets bestaat van, ja, wij zijn heel erg trots op wat we hier hebben. Wij zijn heel erg blij met onze stad. Maar we worden niet gezien door de mensen buiten onze regio. Ze zien ons heel erg over het hoofd. Dus op het moment dat ik ook dat interview gaf, nou, volgens mij word ik binnenkort ereburger van deze stad. Want ik kreeg echt allerlei verzoeken van mensen. Ik kan me nog goed herinneren, één meneer die had een vakantiepark en die zei, nou, je mag hier zo lang blijven als je wil. Lopen wel een paar loesje Polen rond, maar die moet je wel even negeren. Iemand anders die had een hotel, eigenlijk ook van een mooi aanbod, zei van, je mag naar een wedstrijd van Groningen en dan sta je bij mij in het hotel. En weet je, dat soort dingen. Iemand anders die stuurde nog van, ja, ik heb ook een boek geschreven. Wilt u daar misschien aandacht aan besteden, zodat ik ook doorbreng? Er kwam dus heel veel liefde. En wat ik merkte in die berichten was dat de mensen in Groningen echt geraakt waren door, laat ik het niet gewichtiger maken dan het was. Ja, het was een terloopse tweet. Iets wat ik gewoon voelde en meteen heb gedeeld met de wereld. Maar kennelijk maakt dat zoveel los. En ik hoorde net tot mijn verbazing, want zo erg heb ik mij natuurlijk niet verdiept in de Groningers tot op heden, dat jullie, nou niet iedereen is Groning hier, maar dat jullie toch wel een beetje terughoudend zijn als het gaat om de mooie dingen die er zijn, de parels in deze regio, nou, de evenementen daar waar we het net over hebben gehad. Maar volgens mij is er juist een hernieuwde vorm van chauvinisme hier ontstaan in Groningen. En sommige mensen vinden dat heel eng, maar ik kom uit Deventer, dus wij vinden dat helemaal niet eng. Wij zijn heel erg trots op onze stad en wij zeggen altijd, als het over Amsterdam gaat, zeggen we bijvoorbeeld het mooiste in Amsterdam is de trein naar Deventer, want dan ben je weer op de juiste plek. Ik snapte dat niet. En als ik ook om me heen kijk, snap ik eigenlijk niet zo goed waarom jullie, ik chargeer een beetje, want er zijn genoeg mensen die het wel doen, waarom jullie niet veel meer tambureren op al die mooie dingen die er wel zijn hier, in plaats van dat jullie een beetje, nou, kijk, als het in de media over Groningers gaat, dan gaat het over de boze mensen die het niet eens zijn met de wijze waarop er met gas wordt afgewikkeld. Maar er is zoveel meer hier, er is zoveel gebeurt hier meer. En dat heb ik ook gezien. Ik ben er dus regelmatig ook onderdeel van. Dus mijn pleidooi, mijn oproep zou vooral ook zijn voor iedereen die in wat voor functie dan ook zit. Dat kan heel klein zijn, dat kan heel groot zijn met zo'n evenement. Wees niet te bescheiden. Laat gewoon zien hoe mooi het hier is. Jullie hebben recht van spreken. Verspreid je boodschap en overtuig iedereen ervan dat er meer is in Nederland dan alleen die Randstad, alleen de evenementen in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam. Want het is wel degelijk, Rotterdam, Groningen is wel degelijk een stad die opgewassen is op cultureel niveau, op andere niveaus, tegen de steden die misschien net iets meer aandacht in de media krijgen. Dus dat wil ik jullie even meegeven vanmiddag. Eigenlijk hoort het dan in een ding te zitten. En wat? Ja, ik dacht, ik haal alleen uit zo'n ding, want toen kwam ik deze tegen. Oh, ja, ja, en zo'n ja, ding bedoel ik mee in emmer. Ja. Moeilijk woord. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ja, ik vind dat ingewikkeld. Emmer. Ja. We hebben bloemen voor je. Ja, mooi. Omdat, ik had het al gezien. Ik had het al gezien. Ik gooi het in de groep. Of dat de ereburgerschap. Ja. Ik weet niet of het lukt. Nee. Maar we gaan het proberen. Ik snap dat er bezwaren zijn. Ik woon vlakbij het gemeentehuis, bij het stadhuis. Ik wandel straks nog even naar binnen. Doe ik een briefje in het postvakje van de burgemeester. Maar ik heb altijd gezegd, is oprecht, als ik toch een keer uit Deventer word gejaagd, en dat is niet uitgesloten, nee, dat is, dan kom ik naar Groningen. Echt? Ja. Ja. Dat lijkt me mooi. Welkom. Ja. Dankjewel. Ja. Super. Eigenlijk was het één grote heldenshow, want Teus is eigenlijk ook gewoon een held. Of ben ik nou heel chauvinistisch? Ben ik nu aan het overdrijven als import Groningen? We zijn aan het einde gekomen van de light editie van Club Rood. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en interessant en leuke mensen en leuke inspiratie hebben opgedaan. We zijn nog net niet helemaal aan het einde gekomen van deze middag. Want we hebben natuurlijk niet voor niks Nelleke hier gewoon. En die wil dan ook even af gaan sluiten. Namens Eus en mezelf en alle gasten, bedankt voor jullie ontzettend leuke aanwezigheid bij Club Rood. En Nelleke, de vloer is aan jou.
Ja, Miranda, dank je wel. Wat heb je dat ontzettend leuk gedaan. Nou, graag gedaan. We willen je graag een vast contract met sociale zekerheid aanbieden bij de Partij van de Arbeid. Nee, lieve partijgenoten, wat een warme partij zijn we. Echt zo warm dat we heel erg toe zijn aan bier. Nee, vanmorgen tranen bij het uitdelen van de cadeaus. Femke, ik was er ook bij in augustus. En toen sprak je zo trots over je vader. En die heb ik net, hij zat net voor me. Echt heel schattig filmpjes van je te maken. Terwijl Lodewijk je aan het interview was. En ook dat voelen we vandaag. Zo trots zijn op je vader. Je vader die trots is op jou. En wij die trots zijn op elkaar. Een partij die met z'n allen de straat op gaat. En wat hebben we dat laten zien vandaag? Een ongelooflijke mooie dag. 6000 rozen. Al deze mensen. Jong en oud. Met z'n allen de straat op. En volgens mij hebben we er echt een fantastische dag van gemaakt. Op zo'n dag voel je met z'n allen van onderuit je tenen. Hoe nodig het is dat wij met z'n allen staan naast mensen, luisteren naar mensen zoals de helden van Karin en met elkaar in actie komen. Ik kreeg vorige week een brief van Jan Lauwers. Groninger, 78 jaar, oud vakbondsbestuurder. En hij mailde mij omdat hij niet... Ja, je zit heel erg met grote ogen te kijken, Karin. Hij kon er vandaag niet bij zijn. Maar hij vond het wel nodig om het te vertellen over jou, Karin. En... Nou, dat zijn de mooiste mails die je kan krijgen. Jan Lauwers mailde omdat hij echt mij wilde verzekeren dat ik Karin goed genoeg kende. Ik woon in Zwolle, maar ik ben bijna altijd in Groningen. Maar dit wist ik nog niet van je. Want je partijgenote Jan vertelt over Karin. Hoe een aantal jaar geleden de multicopy hier in Groningen met faillissement bedreigd werd. 32 mensen in dienst zouden op straat komen te staan. En toen kwam jij in actie. Jij werd gebeld. Je ging staan voor deze werknemers. Je ging staan naast de vakbond. En gezamenlijk hebben jullie ervoor gezorgd dat de betalingsregeling is getroffen. Dat 32 mensen hun baan konden houden. En dat die multicopy een herstart kon doen in Hogeveen. En Karin, precies dat. Precies dat. Wat Karin doet. En wat we allemaal doen. Naast mensen gaan staan. In actie komen. Laat zien dat je verandering teweeg kan brengen. Precies dat is waar de Partij van de Arbeid voor staat. Heel erg mooi voorbeeld. Misschien wel de mooiste zin uit Van Waarde. Als we onrecht zien, bestrijden we het met alles wat we in ons hebben. Dat doen we vandaag in deze stad. Dat doen we in het hele land. We komen in actie. We zijn in gesprek met mensen. We weten waar ze van wakker liggen. Waar ze van dromen. En alleen als we dat weten, kunnen we ook naast ze gaan staan om die verandering teweeg te brengen. Ik hoorde vanmiddag iemand spreken over Leiden, het Leidscongres. Dat klinkt als een studentico's borrelavond. Ik kijk even naar Geert, die is daar vaak betrokken. Maar de uitnodiging ging over, heb jij goede ideeën om de stad te veranderen? Heb jij goede ideeën om iets te betekenen voor mensen? Kom dan in actie. En ik zie het op al die plekken in het land. En het is ook precies die reden, die energie die ons in beweging brengt. Wat gemaakt heeft dat we gestart zijn met verschillende actiecentra in het land. Op dit moment, 4/5 komt eraan. Heel veel jonge mensen die betrokken zijn om precies dat te doen. Laten we heel even gaan kijken.
En we hoeven niet te zoeken. We hoeven niet te zoeken naar dit soort beelden. We hoeven niet te zoeken naar acties. Het hele land bruist van deze acties. Wil je nou meedoen? Vandaag hebben we Club Rood. Maar we hebben Club Noord. We hebben Club Oost. We hebben Club Midden, Zuid en West. Sluit je aan. Denk mee en kom in actie. Want dat we in actie moeten komen, dat is duidelijk. En de keuzes zijn helder. Kiezen we voor de winst van grote bedrijven of kiezen we voor sociale zekerheid? Kiezen we voor verdeling of verbinding? Of kiezen we voor wegkijken of verantwoordelijkheid nemen? En het komt erop aan, aanstaande woensdag, bij de herindelingsverkiezingen, bij de provinciale statenverkiezingen, de waterschapsverkiezingen, de Eerste Kamer en natuurlijk in Europa. Het komt erop aan. Gaan we voor sociaal, gaan we voor bestaanszekerheid van iedereen en vooruitgang voor iedereen, of kiezen we anders? Daar zijn we allemaal voor nodig. We hebben vandaag laten zien dat we het kunnen. Samen deze hele stad rood kleuren. We hebben laten zien dat we het kunnen. Geen kind in de kou laten staan. We hebben laten zien dat we het kunnen. Goede en nieuwe ideeën bedenken en met elkaar in actie komen. Ik doe een groot beroep op ons allen. En ik weet dat ik dat niet zonder reden doe. Omdat in de komende maanden en al die dagen die daarna komen met elkaar op te pakken. En dan is het nu echt tijd geworden voor een lekker biertje. Of iets anders. Voor de mensen van de blauwe knoop. Nee, dat kwam net nog even voorbij. De afsluiting. Ik wil heel veel dank uitspreken aan degene die deze fantastische dag. En ik hoop dat jullie het echt allemaal heel erg leuk hebben gevonden. Voor mij is dit de Partij van de Arbeid. Zou ik hem heel graag zien betrokken. Met warmte en met liefde voor elkaar. En in de actie en in deze stad. Heel erg mooi wat jullie met elkaar hebben laten zien. Ik wil iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt van harte bedanken. Ik wens de JS nog een fantastisch congres toe. Maak het heel erg laat vanavond. Maak er iets heel moois van. Karin, jou en je team. En natuurlijk ja, met jou, al die andere lijsttrekkers in het land. We gaan duimen. En we gaan jullie volgen. We zetten allemaal RTV Noord aan aanstaande woensdag om te volgen hoe dat hier gaat. Toi, toi, toi voor jullie. En dan ja, rest me maar één ding. Lieve partijgenoten, heel hartelijk dank aan de borrel, aan een drankje en heel wel thuis. Tot de volgende keer. APPLAUS